dat jullie kijken. Vandaag ga ik al het speelgoed wat ik voor mijn konijnen heb aan jullie laten zien. Het is niet zo heel erg veel, maar ik denk wel dat jullie het leuk vinden om te zien. Dus laten we maar beginnen. Nou, ik heb een hele schaal, dus we hebben nog wat te doen. Te beginnen met dit houten ding. Wat is het? Ik heb geen idee wat het precies is. Ik vond het op de konijnenafdeling. En er zit een balletje in, ze kunnen dan lekker aan knagen en doen. Maar mijn konijnen vinden dit helemaal niks. Ze doen er niks mee. De enige stans het een keer in de weg ligt, dan gooien ze het aan de kant en dat is het. Maar ja, hij is nog gewoon goed en ik vind het zonde om weg te gooien, dus ik bewaar hem maar. Tweede ding is dit. Dit is een, ja, ook een houten ding met ook een balletje ertussenin. Ik vond het op de kattenafdeling. Ik heb hem nu wel de tweede keer gekocht, want de eerste was helemaal afgeknaagd en die zag er gewoon wel ranzig uit. Dus daar heb ik een nieuwe voor aangeschaft. Alleen, nu vinden ze hem niet meer zo leuk. In het begin wel, toen ik net een nieuw had gekocht voor ze, maar nu doen ze er eigenlijk niks meer mee. Zo af en toe als ik het een keer voor ze leg, dan knagen ze er een keer aan en dan is het weer mooi geweest. En dan kijk ik er niet meer naar om. Maar ja, ik laat het maar lekker liggen. Ik wil nog een balletje met een belletje. En deze vinden ze heel erg leuk. Hier gooien ze mee. En als ik dit zo af en toe naar baby toe rol, dan gooien ze hem terug naar mij. En dan gooi ik het weer naar haar. En dan gooien ze het weer terug. Dus eigenlijk blijven ze er heen en weer gooien. En ja, dat vind ik super leuk. En Bailey vindt het ook super leuk om te doen. Dus dit is het. Dus deze is echt een succes. En om in dezelfde categorie te blijven, heb ik er nog één. Alleen die is een stukje groter. Vooral tegenover als je naar mijn gezicht kijkt. Deze heb ik ooit gekocht met mijn Franse hangoren. Franse hangoren zijn namelijk een stuk groter. Mijn Franse hangoren woogden ongeveer 8-9 kilo. Dus dat is behoorlijk. En ja, deze was dus voor hun en ze vonden het super leuk. Maar Bailey en Bubbles vinden dit niks. Ik denk dat ze hem te groot vinden voor hun. Want ja, hij is ook wel echt heel groot. Maar ja, zonder weg te gooien, dus we bewaren maar gewoon. Dit is een set sleutels. Ja, sleutels, baby sleutels. Ik weet niet precies hoe je die dingen noemt. Deze vond ik op de, hoe heet het, in de, hoe heet zo'n ding? Speelgoedwinkel. Ja, speelgoedwinkel. En hij is eigenlijk voor baby's, maar konijnen vinden ze heel erg leuk. Ze gaan ermee gooien en gooien en gooien en gooien. Ze vinden het echt gewoon super en super leuk. Als ik zo op internet kijk, zie ik ook heel veel mensen die ook dit ding hebben. En ja, die konijnen zijn er ook gewoon echt dol op. Dus dit vind ik zeker een aanrader. Dus als je er eentje in huis hebt of eentje ziet, koop hem zeker voor je konijnen. Want ja, succes verzekerd. En dan heb ik nog een traploper. En nu zul je wel denken van, wat moet je daar in hemelsnaam mee? Maar in het begin vonden ze het wel leuk, alleen nu vinden ze het iets minder, want ja, ik denk dat ze er een beetje op uitgekeken zijn. Het is de, ja, de nieuwigheid is er vanaf. Ja, konijnen hebben er ook last van. Maar als ze dit vol te zetten, dan willen ze het zeg maar aan de kant zetten. En dan pakt ze het zo vast, dan gaat ze heen en weer. En ja, het is gewoon super grappig om te zien en ze vermaken ze eigenlijk ook best wel goed mee. Dus ja. Super grappig. Deze kocht ik overigens ook gewoon bij de speelgoedwinkel. En dan heb ik nog dit ding. Ik denk dat deze vrij bekend is voor iedereen. Het is zo'n snackbal. Er zit een gaatje in zoals je kunt zien. En hier doe je dan snoepjes of brokjes. Ik doe er altijd brokjes in. En dan gooi ik hem op de grond. En dan moeten ze er achteraan hollen om, ja, dat die snoepjes eruit vallen. Dus ze moeten echt werken voor ze, ja, voor zijn snoepje. En ik vind het heel leuk, want ze snappen het en ja, gewoon super leuk. En ze moeten nu iets doen voor zijn eten. Want ja, mijn konijnen zijn echt twee luiwammen. Die liggen de hele dag heel lekker van pampers te, ja, te niksen. Lekker te chillen. En dan heb ik nog een houten schaal. Het is gewoon een simpele houten schaal, niet veel soeps. Ik vond deze in de kringloopwinkel, maar ik heb ze lachtig ook bij de IKEA gezien. Dus dan kun je ze kopen. Nou, zou je wel denken van, wat moet je in hemelsnaam met zo'n ding en je konijnen? Maar op een of andere manier vindt Bailey het leuk om daarin te gaan zitten. Waarom? Geen idee. Maar sinds ik haar heb, doet ze dat al en ze doet het nog steeds. Dus ik heb zoiets van, ja, laat maar lekker staan. Als zij het leuk vindt, dan ja, vind ik het ook goed. En dat waren eigenlijk de speeltjes die ik zo heb. In huis heb ik nog wat meer dingen liggen. Alleen die kan ik niet zo in, ja, voorhouden voor camera. Dus dan neem ik de camera mee. En dan ga ik die jullie laten zien. Dus ja. Deze kennen jullie al. Dit is die bak met bollen en een dekentje ligt er nu in. En die vinden ze ook hartstikke leuk nog steeds. Bailey gaat er vaak in zitten en gaat ze met die ballen gooien en het kleedje slepen en doen. Hartstikke leuk. Dan gaan we iets verder. Dan heb ik hier een hele lange tunnel liggen. En dit zijn er drie aan elkaar geknoopt. De twee roze zijn van IKEA. Die worden helaas niet meer verkocht, want ze hebben geen dierenafdeling meer.
En deze blauw, roze, groene, die komt van eBay. Maar in elke dierenwinkel zijn ze, dacht ik, ook wel te koop bij de kattenafdeling. Nu gaan we even verder. Hier heb ik een bedje. Komt van IKEA. Succes gegarandeerd. Want ze liggen erop, ze slapen erop, ze zitten erop. En het is gewoon onbehandeld hout, dus ze kunnen het opeten. Het is niet schadelijk dus. Dus dat is mooi. Ik heb nog een doos. Dat is ook succes gegarandeerd. Want dozen en konijnen, ja. Dat is gewoon geweldig. Zoals je kunt zien slopen ze me helemaal. Ik heb hier een gat in de zijkant gemaakt, zodat ze er ook in kunnen. Dan zal ik even de doos open doen. Er ligt nu niet zoveel rotzooi in, omdat ik hem gisteren heb uitgemest. Maar zoals je kunt zien trekken ze gewoon al het spul eraf. En hier heb je stukjes karton wat ze eraf scheuren. Zo. Nou, kartonnen dozen zijn in ieder geval succes gegarandeerd. Dus heb je een kartonnen doos, zet hem bij je konijn. Dan heb ik hier nog een mandje. Hier doen ze niet veel mee, maar ik vind hem te schattig om weg te doen. En hij past goed bij mijn interieur. Dan gaan we hierheen. Hier heb ik nog een kussen. Dit is gewoon eigenlijk een hondenkussen. Zoals je kunt zien, ik heb er alleen een ander kleedje omheen gedaan, omdat dat beter bij mijn interieur past. Hier ligt bubbels meestal op de pitten. Daar heb ik nog een kleedje. Die komt van de Action. En daar liggen ze ook regelmatig op. En dat is mijn oude badjas. En Bailey vindt het leuk om daarin te graven en te doen. En heb ik nog meer? Nee. Dat was eigenlijk alles. Nou, dat waren in ieder geval de speeltjes die ik voor mijn konijnen heb. Ik vind het er zelf niet zo heel erg veel. Maar het kan zijn dat jullie er anders over denken. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Oh ja, voordat ik het vergeet te zeggen. Ik weet niet wanneer er een volgende video komt, want ik word over een paar dagen geopereerd aan mijn neus. Want die staat scheef. En ik heb wel wat video's van tevoren opgenomen, maar ik weet niet hoe ik ontwaak uit die narcose. En hoe ik me, hoe ik me voel en dat soort dingen. Dus ik weet niet of ik, als ik wakker ben, geopereerd ben, of ik dan wel achter een computer kan gaan zitten. Want ja, weet ik veel in ieder geval. Dan weten jullie dat. En in ieder geval dan zijn jullie op de hoogte. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg!